en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik een totaal nieuwe make-up collectie testen. Het is eigenlijk een nieuwe make-up lijn. En dat is Makeup Revolution Re-Love, als ik het goed uitspreek. Dit is weer een dochterbedrijf van Makeup Revolution. Ze hebben er echt een heleboel, zoals iHeart Revolution, Revolution Pro, etc. En dit is dus hun nieuwste lijn. En deze lijn is super betaalbaar. Het is allemaal make-up van 6 euro of minder. Dus niks kost meer dan 6 euro. En dat maakt mij altijd super benieuwd, want ik hou van betaalbare make-up. En ik was echt heel erg benieuwd of deze make-up ook echt goed gaat zijn voor de super lage prijzen. Dus ik zat op Boozy Shop en ik heb dit random gezien. Ik kijk altijd bij Boozy Shop bij nieuwe make-up, omdat ik altijd op de hoogte moet blijven. En ik zag deze collectie en ik dacht, ik ga hem gewoon gelijk bestellen. Dus ik heb gelijk de hele collectie besteld. Vervolgens, één dag daarna, ontvang ik toch gewoon deze collectie in PR. Like, oh my god, helemaal voor niks, zelf besteld. Dus ik heb gewoon al alle make-up gemixt. Dus wat ik heb gekocht en de PR. En alles wat ik dus vandaag niet gebruik, wat ik extra of dubbel heb, dat doe ik in de winactie laat voor als er weer een winactie komt. Ik was ook aan het denken om die make-up gewoon terug te sturen, maar ik dacht, laat me het gewoon houden en in de winactie doen en dan kan ik er later weer iemand blij mee maken. Dus ja, wij gaan vandaag deze collectie testen. We gaan kijken of het echt goed is en of het niet gewoon weer zo'n crappy, cheap-ass collectie gaat zijn. Dus vind je dit nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Mensen, wat vinden we van mijn staart? Ik heb deze staart net nieuw. Het is dus een krullenstaart. Ik had al zo'n staart, maar dan in stijlhaar. Maar nou heb ik het in krullen, dan hoef ik niet heel de tijd mijn haar te stylen. I love it. Ik heb het besteld bij Real Hair Online. Ik zal ook wel even een linkje zetten beneden in de beschrijving. Ik heb het niet van hun gehad of zo. Ik heb er gewoon echt voor betaald. En I love it. Ik vind het echt zo mooi. Het blendt ook gewoon echt helemaal in met mijn echte haar. Oké, ik ben dus nou helemaal niet opgemaakt en ik heb zelfs mijn wenkbrauwen niet gedaan. Die doe ik eigenlijk altijd al voordat ik mijn video's begin, maar deze keer niet. Want ik heb ook nieuwe wenkbrauwproducten die we gaan testen. En jongens, ik heb echt een heleboel. Kijk dit. Dit bakje is alle make-up die ik in de winactie ga doen. Ik ga dit contourpaletje en blushpaletje in de winactie doen. Ik ga deze primer in de winactie doen. Deze mascara, want die heb ik dubbel. En deze poeder en highlighter heb ik ook dubbel. Dus deze gaan ook allemaal in de winactie. Oké, ik ga vandaag eerst beginnen met de wenkbrauwen. Ik heb wenkbrauwpotloodjes, een wenkbrauwgel en een wenkbrauwpoeder die ik allemaal ga gebruiken. Ik ga beginnen met de wenkbrauwpotloodjes. Ik heb hier de Revolution Re-Love Power Brow. Maar deze ga ik niet gebruiken, want die is zoiets dikker. Zie je dit? Maar ik hou altijd van een wenkbrauwpotloodje die heel erg dun is. Dus ik heb hier ook de Revolution Blade Brow. En deze zijn heel erg dun. Ik heb eentje ontvangen in PR en eentje had ik gewoon besteld. Die ik in PR heb gehad is de kleur brown. En die ik heb besteld is de kleur granite, want ik gebruik altijd zwart. Dus gelukkig heb ik die besteld, want deze kleur zou waarschijnlijk te licht zijn geweest. Dus ik ga gewoon de kleur gebruiken die ik heb besteld, granite. En dat is de donkerste kleur. En dit is dan hoe het potloodje eruit ziet. Het lijkt op wat ik eigenlijk gewoon altijd normaal gebruik. Ik gebruik altijd normaal mijn NYX Brow Pencil. Dus deze lijken heel erg veel op elkaar. Zie je dit? Dus ik hoop gewoon dat hij ook even goed gaat werken. En dat hij niet te zwart gaat zijn. Maar anders gebruik ik gewoon de bruine kleur. Dus hier heb je zo de spoeliekant. En hier heb je het potloodje kant. Zie je dit? Ik ben heel erg benieuwd. Als hij goed gaat zijn, dan ga ik hem voortaan kopen. Want ik gebruik nou altijd die van NYX Cosmetics. En die is 8 euro. Dus als deze beter is, dan scheelt het mij voor staan en weer een beetje geld. Dan heb ik hier het brow paletje, het wenkbrauw paletje met 3 verschillende poeders en een wax. De wax gebruik ik niet, maar deze donkerste poeder wel. Dus deze ga ik gebruiken om mijn wenkbrauwen een beetje in te kleuren. En dan ga ik eventjes mijn wenkbrauwen strak maken met concealer. En dan heb ik hier ook nog de Revolution Glossy Fix Gel Mascara. En dit is dus een wenkbrauwgel om je wenkbrauwhaartjes op hun plek te houden. Dus die ga ik als laatste aanbrengen, als finishing touch. Oh, ik had niet eens door dat je twee kanten hebt. Oh my god, ik ga helemaal stuk. Hier heb je dus de grote kant. Deze is iets groter en langer. En hier heb je de kleine kant. Die is iets kleiner en wat dikker. Dit vind ik echt heel erg leuk gedaan. Want de ene vindt het fijner als het wat langer is. Vooral de mensen met heel veel wenkbrauwhaartjes. En de mensen met wat minder wenkbrauwhaartjes en wat dunner. Die vinden het ook weer heel fijn om een kleinere te gebruiken. Dus dat vind ik echt heel erg leuk gedaan. Ik denk dat ik gewoon voor de grote kant ga. En ain't nobody got time om helemaal zo met dat kleine dingetje te doen.
Wow, ik moet zeggen, ik vind de spoelie echt heel fijn aanvoelen. Oké, jongens, nou dit ging echt best wel goed. Mijn wenkbrauwen zien er echt heel erg goed uit. Gewoon precies zoals ik ze altijd normaal heb. De kleur zwart is ook heel erg goed. Ik moet zeggen, ik vind het potloodje fijn. Maar naar mijn mening vind ik hem iets te zacht. Ik vind die van NYX Cosmetics toch wel echt beter. Dus ik denk dat ik het gewoon altijd nog wel op die hou. En een wenkbrauwpotloodje moet altijd een beetje hard zijn. Anders gaat het veel te snel van je gezicht af. En deze is echt wel zacht. Dus ik denk dat als je ook maar één keer een beetje met je vinger over je wenkbrauwen gaat, het er al afgaat. Dus deze vind ik niet heel erg fijn. De poeder en de mascara vind ik wel heel erg fijn. De poeder is lekker goed gepigmenteerd. Daar hou ik van. Dat er echt wat kleur afkomt. En de mascara voelt echt super fijn aan door je wenkbrauwen. En het gaat ook echt zo goed door je haartjes heen. Dus deze twee vind ik wel fijn. Oké, dan ga ik nou beginnen aan de gezichtsmake-up. We gaan dus vandaag eerst beginnen met het gezicht en dan pas de ogen. En ik ga als eerste mijn gezicht primen. Ik heb hier de Revolution Relove Power Fix Primer. En dit is dus een gezichtsprimer die ervoor moet gaan zorgen dat je make-up de hele dag goed blijft zitten. Ze hadden een aantal verschillende soorten primers. En deze heb ik gekocht, want ik wilde gewoon een primer, ja, die mijn make-up gewoon de hele dag goed blijft zitten. Ik had ook een primer gehad in PR. En dat is dus die ik jullie in het begin liet zien. En die is speciaal gericht op het verkleinen van je poriën. Maar die heb ik niet echt heel veel. Dus ik wil gewoon deze gebruiken. Het is wel echt super cute en klein. Je krijgt 12 milliliter. Oh, het is zo wittig. Ik heb obvious niks op mijn gezicht. Alleen maar dagcreme. De geur is niet echt hiervan het. Dan gaan we verder met foundation. Ik heb hier de Revolution Relove Super Serum Hyaluronic Acid Foundation. Deze heb ik in twee kleuren. Deze heb ik besteld. De kleur die ze in PR hadden gestuurd was echt veel te licht. Dus godzijdank had ik deze besteld. Wat ik wel minder vind is dat dit twee kleuren achter elkaar zijn. Je hebt hier de kleur F8.5 en dan daarna had je gelijk de kleur F10.5. En dat is best wel een groot verschil. Ik weet niet of er nog kleuren zijn die hier in between zitten. Maar op Pussy Shop had je die in ieder geval niet. En deze kleur is te licht en deze te donker. Dus ik mix ze samen. Deze foundation is vandaag het enige wat ik al heb gebruikt één keer. Omdat ik foundations altijd vaker wil gebruiken. Want dan kan ik altijd beter mijn mening geven. Want vaak weet ik het pas na een aantal keer. Ik heb hem dus al gisteren één keer gebruikt. En op zich is hij best wel fijn. Het is een hele naturelle foundation. Gewoon echt ideaal voor everyday. Het heeft een medium dekking met een naturelle finish. En het zag er vooral voor die super super lage prijzen echt best wel goed uit. Ik heb hem ook echt de hele dag opgelaten. Ik heb hem 12 uur opgehad. Ik breng eventjes wat beelden in beeld waarin je ziet hoe het nog op mijn gezicht zat na 12 uur. En het zat op zich nog gewoon best wel oké. Bij de neus en de kin was het er wel afgegaan, maar dat gebeurt altijd bij de neus en de kin. Ik moet wel zeggen, het is niet per se long wear en echt gericht op heel veel uur dragen. Het heeft ook niet echt een hele volledige dekking. Kijk, het is gewoon echt heel naturel. Ik moet ook zeggen dat ik hem denk ik niet geschikt ga vinden voor mensen met een vettige huid. Ik heb een normale tot droge huid. Want hij is best wel glanzend en hij laat best wel gewoon wat glans er doorheen. Dus als je houdt van een mooie mat gezicht, dan gaat dit hem al niet zijn voor jou. Maar als je houdt van een mooi, naturel, glanzend gezichtje waarbij het echt lijkt alsof je gewoon niks hebt op je huid, dan vind je hem echt heel erg mooi. Ik vond hem echt best wel mooi. Ik heb er niet echt iets slechts over te zeggen. Voor mijn normale tot droge huid is hij echt ideaal. Kijk even dit. Kijk hoe mooi dit gewoon zo op mijn gezicht zit. Het is letterlijk alsof je gewoon niks op je gezicht hebt. Het is ook echt een 2-in-1 product. Het is een foundation en een serum in één. Dus er zit ook allemaal hyaluronic in en zo. En dat hydrateert de huid echt extreem. En dat heb ik ook echt door. Je ziet echt gelijk dat je huid helemaal zo mooi glowy wordt. En helemaal zo wordt gehydrateerd. En I love it. Met mijn normale tot droge huid is dit echt ideaal. Oh, ik was ook vergeten. Ik heb ook balmpjes. Die wil ik eventjes snel opdoen. Ik heb hier de Revolution Relove Glam Balm Lip Balm. En ik heb hem in twee varianten. Want de blauwe heb ik gekocht en de roze heb ik gekregen in PR. De blauwe is Coco Nutty en de roze heet A Fresh Burst. Ik denk dat ik gewoon voor de blauwe ga die ik heb besteld. Oeh, het ruikt ook echt naar kokosnoot. I love it. Ik hou altijd van die geur. Oké, jongens, ik heb echt te veel gepakt. Oh my god. Oké, het is een fijne balm. Ik vind het alleen niet zo mooi dat hij mijn lippen helemaal zo wittig maakt. Dat is niet zo mooi. Ik ga eventjes die andere ook opdoen. Even zien of die dat ook doet. Deze heeft ook echt een beetje een andere kleur. Hier zit een hele lichte roze kleur doorheen. Oké, die maakt mijn lippen iets minder zo wittig. Ik zou gaan voor de roze, niet voor de blauwe. Want die maakt je lippen echt helemaal zo wit. Deze collectie heeft volgens mij geen concealer. Dus ik gebruik gewoon eventjes snel mijn Milani Conceal Plus Perfect Concealer. In de kleur 130 Light Beige.
Mensen, echt, mijn gezicht ziet er zo jong en fris en fruitig uit gewoon. Echt fantastisch. En dan heb ik hier ook een losse poeder. Dit is de Makeup Revolution Relove HD Super Matte Setting Powder. Hier ben ik een beetje bang voor, want altijd wanneer ik HD zie staan, denk ik alleen maar aan Flashback Mary. Dat soort poeders hebben altijd flashback en maken mijn gezicht helemaal zo wittig en alles. En mijn gezicht ziet er op dit moment zo mooi uit. Ik hoop niet dat de poeder gaat verpesten. Het potje is best wel klein. Je krijgt 7 gram. Zo grappig, er staat hier gewoon in mat mie. Dus het is waarschijnlijk een hele mat poeder. Ik haal echt altijd gewoon heel dit ding eruit. Ik wil altijd gewoon gelijk in de poeder. Oh, het is een beetje wittig, rozig. Nou, laten we het maar gewoon gaan doen, jongens. Eerst altijd alle creases weghalen. Ik maak mijn gezicht mat op alle plekken waar ik concealer heb gedaan. Dus daar ga ik baken. Ik breng geen poeder aan over mijn hele gezicht. Want ja, ik heb geen vettige huid en dan wordt mijn gezicht veel te droog. Nou jongens, ik was zo sceptisch over deze poeder. Maar ik moet zeggen dat het er op zich best wel gewoon goed uitziet. Ik ga wel zo ook even een foto maken met Flits. En dan kunnen we zien of hij flashback heeft. Maar op zich, voor nou zo op mijn gezicht, het ziet er echt top uit. Het maakt het inderdaad echt mat. Het laat niet zo'n rare witte waas achter, wat ze ook af en toe doen. Het ziet er echt goed uit. Oh my god. Dat had ik echt niet verwacht. Ik dacht echt, deze poeder, it ain't gonna be shit. Nee, ook helemaal geen flashback. Oké, nou, dit had ik allemaal echt totaal niet verwacht. Ik dacht echt, deze poeder gaat zo slecht zijn. Dan ga ik mijn neus en mijn gezicht poeder contouren. Daarvoor gebruik ik het Makeup Revolution Relove Contour Trio Palette. Ik heb het in de kleur Baked Sugar. En deze heb ik gewoon besteld. En die ik had gehad in PR was de lichtere kleur. Dus gelukkig heb ik deze besteld. Oké, even kijken. Met deze twee kleuren kan ik in principe eigenlijk niks. Dus ik gebruik alleen maar deze contourkleur. Altijd in contourpaletjes gebruik ik altijd echt maar één kleur. Fantastisch! Oh my god, deze kleur is echt perfect voor mijn huidskleur. Het is echt zo de perfecte bruine, koele ondertoonkleur. Het is ook weer niet te grijs. Af en toe wordt het een beetje iets te grijs. Maar dat is echt totaal niet. I love it. De blenden ook gewoon helemaal top uit. Ik denk dat ik dit misschien ook gewoon beter vind dan het contourpaletje die ik normaal gebruik. Oké, dan eventjes een beetje MAC Fix Plus om alles mooi te hydrateren en minder poederig te maken. Oké, het gezicht is voor nu eventjes klaar. Ik ga nu beginnen aan de ogen. En Revolution Relove heeft een heleboel kleine oogschaduwpaletjes voor slechts €2,95. Super goedkoop. En ik heb er hier 2, 4... Ik heb er 5 liggen, waarvan eentje ik heb besteld. En de andere 4 heb ik gekregen in PR. Ik heb hier het paletje Soulful. Dit is het paletje die ik had besteld. Dan heb ik hier ook het paletje Courage. Ik heb ook het paletje Dreamer. Die is iets meer kleurrijk. Ik heb het paletje Mindful. Een beetje een cooltone paletje. En als laatste het rozige paletje in Power. Dit zijn er dus echt een boel. En dit zijn ze nog niet eens allemaal. Want er zijn er nog een aantal die ik niet heb gekregen. En die ook te koop zijn. Dus er zal echt voor iedereen wel een paletje zijn die jou aanspreekt. Ik heb op Instagram gevraagd welke van deze paletjes ik moet gebruiken voor de video van vandaag. Want ik hou ervan om gewoon altijd één paletje te kopen. Want dan hebben jullie gelijk een beetje inspiratie. En het paletje dat heeft gewonnen is het rozig paletje. Dus deze ga ik vandaag gebruiken. De andere paletjes ga ik zeker ook nog wel gebruiken. Ik denk dat je daarmee nog wel wat looks kunt verwachten op mijn Instagram. Oké, we zijn lekker ingezoomd. Let's do this. Ik hoop echt gewoon dat het paletje echt goed gaat zijn. Ik ga eerst in met deze hele lichte roze kleur. Die kleur ga ik aanbrengen met de Zoeva 228 Fluffy Quast. En dit wordt mijn arcade kleur. Die ga ik aanbrengen in mijn hele arcade boog. Oeh, dit is een hele mooie lichte roze kleur. Nou, er komt echt wel wat pigmentatie vanaf. Had ik niet verwacht. Vooral niet met zo'n lichte kleur. Zulke lichte kleuren hebben dus niet heel vaak hele goede pigmentatie. Dan ga ik eerder met deze felroze matte kleur. En die breng ik ook in mijn arcadebogen aan, maar ik blijf onder die andere kleur. En nou gaan we het lekker goed roze maken. En dan ga ik in met deze beetje donkere bordeaux rode kleur. Die breng ik aan met de platte fluffy kwast Zoeva 227. En die breng ik in de hoek aan om het hier wat dieper te maken. Weet je wat ik mij nu net besef? Oh my god, ik had ook gewoon 2 paletjes kunnen gebruiken. En dan 1 paletje voor 1 oog en dan het andere paletje voor het andere oog. Heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Wat een gezeik. Kijk hoeveel pigment er gewoon is. De rode kleur kostte een beetje extra moeite. En moest je echt wel een aantal keer aanbrengen. Ik vind ook dat hij een heel klein beetje wegblendt. Maar over het algemeen ging het op zich best wel goed. Voor 3 euro, voor een paletje van 3 euro, gaat het echt goed. Nu ga ik alle kleuren die ik hier heb gebruikt ook aanbrengen op de onderste wimperrand. En dan ga ik de glanzende kleur hier aanbrengen op mijn hele ooglid. Oké, nou jongens, ik wil die kleur oppakken met mijn kwast. En de kleur valt echt gewoon half uit elkaar. Het is echt super korrelig, maar oké.
Ja, het valt echt helemaal op mijn gezicht. Zien we dit? Oh, waarom is deze kleur zo korrelig? Wat is dit? Kijk eventjes op mijn gezicht. Oké, ik had dus beter eerst kunnen beginnen met mijn ogen. Dan pak ik weer een beetje van die rode donkere kleur. Dan breng ik die hier weer een beetje aan. Om in te blenden met die glanzende kleur. Dus deze glanzende kleur is echt een bende. Wat is dit? Oké, nou dit ging op zich best wel oké. Tot aan die glanzende kleur. Die glanzende kleur kan echt niet. Ik kan zo echt niet werken. Het valt helemaal op je gezicht. Het valt echt overal. Het blendt ook echt een beetje helemaal zo weg. En je hebt maar één glanzende kleur in het paletje. Dus dit heeft wel een beetje het paletje een beetje verpest. Dan ga ik ook een winged eyeliner aanbrengen. En ik heb er hier twee ontvangen. Ik heb hier de Revolution Relove Slick Flick Eyeliner pen. En ik heb hier de Revolution Relove Dip Eyeliners. De zwarte en de witte versie. De eyeliner pen heb ik ontvangen in PR. En de normale eyeliners heb ik besteld. Dus ik ga gewoon deze pen gebruiken voor het rechteroog. En deze voor het linkeroog. Ik ga de witte niet gebruiken. Die heb ik gewoon extra besteld. Ik ga de zwarte gebruiken. Oké, ik ga beginnen met de Slick Flick Eyeliner pen. Die ziet er op zich heel erg goed uit. Dus ik ben benieuwd. Ik heb weer mijn wimpers gelift. Dus het wordt weer een beetje lastig om het aan te brengen. Hier is de lift heel goed gelukt. Maar hier is hij niet zo goed gelukt. Dus ik ga vandaag om 3:30 ga ik nog dit rechteroog opnieuw laten liften. En dan staat straks alles weer gewoon mooi omhoog. Nou, ik hoef echt niet twee keer na te denken over welke beter is. De pen is echt veel en veel beter dan deze liquid eyeliner. De pen is echt super fijn. Hij is lekker flexibel. Gewoon goed zwart en mat. Terwijl deze is helemaal niet fijn. Hij is ook helemaal niet flexibel. Het is gewoon zo'n harde stok. En het is gewoon niet fijn om hiermee een wing te maken. En je kunt de wing ook niet heel dun maken. Dit is het dunste wat ik kreeg. En ik vind hem nog best wel dik. Dus ik vind de pen echt veel en veel beter. I love it. Godzijdank heb ik de pen ontvangen in PR. Dan heb ik hier ook een nieuwe mascara. De Revolution Relove Power Lash Volume Mascara. En mijn wimpers zijn weer gewoon geleefd. Dus nou kunnen we ze gewoon weer zien. Ik heb echt de meest slechte, korte, rechte wimpers die er maar bestaan. Het heeft wel echt een super, super grote applicator. Oh mijn god, kijk even dit. Het is wel echt een beetje too much. Vooral voor mijn mini wimpers. Maar oké, het moet dus veel volume geven. Dus ik ben benieuwd. Ik denk dat deze mascara vandaag het eerste is wat ik echt heel erg slecht vind. Het geeft inderdaad echt wel volume aan mijn wimpers. Maar het geeft helemaal geen lengte. Het laat mijn wimpers ook helemaal zo aan elkaar plakken en zo. Mijn wimpers blijven gewoon echt heel erg kort. Ik hou echt wel van een beetje lengte. Daarvoor gebruiken we ook gewoon mascara. En dat doet hij gewoon niet. Hij houdt ze heel erg kort. Plakt ze zo aan elkaar vast. En het wordt helemaal zo clumpy. Ook vind ik hem gewoon veel te groot. Hij is echt super, super groot. Voor de onderste wimpers. Je gaat helemaal zo op je huid. Ik ben hier ook helemaal zo op mijn huid gegaan. Het kost echt heel erg veel moeite om dat niet te doen. Dus nee, deze mascara vind ik niet zo fijn. Dan heb ik hier ook de Makeup Revolution Relove Coal Black Eyeliner. Dit is dus gewoon een zwart oogpotloodje. En die ga ik gebruiken om hier zo aan te brengen in mijn waterlijn. Kijk, je ziet hier zo dat je nog huid ziet. En ik wil het daar helemaal mooi zwart maken. Nou, dit potloodje is echt super zwart en creamy. Echt een heel fijn zwart oogpotloodje. I love it. Hij heeft het echt heel erg goed zwart gemaakt. Aangezien ik mijn wimpers weer heb gelift, ga ik dus geen nep wimpers aanbrengen. Dus we kunnen gewoon verder gaan met het gezicht. Ik heb ook eventjes heel snel mijn gezicht gebronst, want deze collectie heeft geen bronzer. Ik merkte wel dat toen ik die bronzer aanbracht over de contour, mijn contour echt een beetje grijs werd. Zie je dit? Dus ik denk toch dat je contourkleur niet helemaal geschikt gaat zijn voor mij. Maar goed, we gaan verder met blush. Ik heb hier de Revolution Relove Duo Blush en Highlighter Blushed Duo. Dit is dus een blush duo met een highlighter en een blush. Ik heb hem in de kleur Queen. Volgens mij is dat de kleur. Ik had ook dit blush paletje ontvangen in PR. Alleen die kleur was te donker weer voor mij. En dit is de kleur die ik gewoon had gekocht. Dus deze kleur gaat denk ik wel goed zijn. Ik moet zeggen dat de blush er echt prachtig uitziet. Het is een hele mooie matte blush. Ik denk wel dat de highlighter misschien een beetje te donker zou zijn voor mij. Ja, ik denk het wel. Maar die ga ik sowieso niet gebruiken, want ik heb hier een andere losse highlighter. Dus ik ga alleen maar deze blush gebruiken. Ik hoop dat hij gewoon mooi gaat aanbrengen. Oké, nou de blush vind ik echt heel mooi. Het is niet zo raar fel clownachtig oranje. Het is gewoon een mooie oranje peachy kleur. Het blendt ook gewoon goed mee. Het is ook niet te gepigmenteerd, maar ook weer niet te weinig. Gewoon precies genoeg. Heel mooi dit. Ik ga even weer deze losse poeder gebruiken om het hier mooi strak te maken.
Dan heb ik hier ook een prachtige highlighter. Ik heb de Revolution Relove Super Highlight Highlighter. Ik heb hem in de kleur Champagne. Je had een aantal kleuren, maar dit leek mij de perfecte kleur voor mij. Deze heb ik gekocht en ontvangen in PR. Ik heb ook de kleur Champagne ontvangen in PR. Het ziet er zo heel mooi goud champagneachtig uit. Kijk, de swatch is ook zo heel mooi goud. Het is echt een champagne kleur. Wow, dit is heftig. Het is wel echt de perfecte kleur voor mijn huidskleur. Kijk, die glow. Wauw. I love it. Ik vind de highlighter echt prachtig. Echt fantastisch dit. Oké, dan voor de lippen heb ik twee glossjes. De Revolution Relove Baby Gloss Lip Glossjes. Ik heb twee kleuren. Deze heb ik helemaal niet ontvangen in PR. Dus deze twee had ik allebei zelf besteld. De lichte nude kleur heet Sugar. En de donkere kleur heet Super. Ik heb gewoon één donkere en één nude kleurtje genomen. Ik denk dat ik eerst... Welke kleur zal ik gaan doen? Ik denk dat de donkere wel mooi gaat staan met deze roze ooglook. Ik begin gewoon met deze nude kleur. Wauw, dit is echt een prachtige kleur. Zo op zichzelf is het een te lichte kleur van mijn huidskleur. Maar met een mooi bruin nude lippotloodje gaat dit echt fantastisch zijn. Het is super, super gepigmenteerd. Dit zijn echt van die glossjes met heel veel kleurpigment. Het is niet zo'n clear gloss met een hele lichte kleur tinten doorheen. Het is echt een kleur. Het brengt ook goed aan. Het brengt ook lekker een beetje dikkig aan. Lekker glossy. Heel mooi. Ik ben echt obsessed met deze kleur. Ik vind dit echt een prachtige kleur. Dan ga ik nou de beetje meer donkere paarse kleur gebruiken. Dit is ook prachtig. Oh my god, kijk deze gloss. Ik had het zo niet verwacht. Kijk hoeveel pigment. De applicator is ook echt zo ontzettend fijn. Je kunt echt zo'n hele mooie rechte lijn maken. Je hoeft eigenlijk gewoon niet eens een lippotloodje te gebruiken. Zou ik persoonlijk gewoon wel doen voor de extra. Om het echt extra strak te maken. Maar zoals je kunt zien is dat echt helemaal niet nodig. Dit is echt, echt een prachtige kleur. Kijk even hoe mooi deze kleur is. Ik ben echt obsessed. Oh my god, deze glossjes echt. Toppie. Het is wel echt een gloss, dus het zal er wel weer van afgaan. Maar deze zijn zo klein, dus ook gewoon handig om mee te nemen in je tas. Dus dat vind ik echt super, super fijn hieraan. En dan als laatste nog fixing spray. Ik heb de Revolution Relove Power Fix Fix Mist. En dit is dus een setje met de primer, zoals je kunt zien. En deze laat je make-up ook weer langer en beter goed zitten. Oeh, ik vind ook dat hij mijn gezicht heel mooi hydrateert. Zien we die glow ineens? Nou jongens, deze video... Het ging echt super goed. Nou jongens, dit was het dan. Dit is mijn hele make-up look met de Make-up Relove collectie. Het ging echt best wel goed. Kijk even mijn gezicht. Mijn gezicht ziet er echt super, super goed uit. En dit allemaal met make-up van maximaal 6 euro. Dat zijn echt belachelijk lage prijzen. Ik zal nog heel even snel van alles vertellen wat ik er nou van vind. Deze primer en setting spray, ik vind ze allebei fijn. Deze primer ga ik nog wel eventjes wat vaker gebruiken. Want ik zal echt een full day wear test moeten doen om te zien of je mijn make-up echt de hele dag goed laten zitten. Maar ik heb het gevoel van wel. Hij bracht ook gewoon goed aan. De make-up bracht er ook helemaal perfect op aan. Dus ik vind hem voor nu echt wel fijn. En deze fixing spray vind ik ook fijn omdat hij mijn gezicht ook een hydratatieboost gaf. En dat had ik niet verwacht. Dat doen meestal fixing sprays die echt zijn gericht op een full day wear niet. Dus ja, dat vond ik echt heel erg fijn hieraan. Deze highlighter vind ik echt prachtig. Als je houdt van een heftige glow, dan ga je hem heel fijn vinden. Als je daar niet van houdt, dan zou ik hem niet aanraden. Deze gloss is echt amazing. Kijk even hoe mooi dit is. Echt, I love it. Ook allebei deze kleuren specifiek vind ik heel erg mooi. Deze nude kleur is heel erg mooi als je mijn huidskleur hebt. Deze mascara vind ik niet zo fijn. Zoals ik al net zei, hij maakt mijn wimpers een beetje klonterig. Dit zwart oogpotloodje vind ik ook fijn. Lekker zwart en lekker creamy. Deze twee eyeliners, ik zou zeker gaan voor de pen. De normale vind ik niet zo fijn, maar deze pen is echt super, super gepigmenteerd. En er kwam heel veel product af. En het bracht gewoon helemaal toppie aan. De oogschaduwpaletjes. Ja, jongens. Het ging niet zo goed. De matte kleuren vond ik op zich best wel gewoon fijn van dit paletje. Alleen die glanzende kleur is echt een mes. En het is zo erg mende dat ik persoonlijk dit paletje niet meer zou gebruiken. Dus in principe, ik raad de paletjes niet aan. Maar voor 3 euro's, ja, ik zou wel gewoon zeggen van probeer het. Misschien heb jij iets van, ja, ik vind het helemaal niet erg. Ik maak het gewoon wel weer schoon. Dus je kunt ze proberen. Maar gewoon omdat het zo erg een bende is, ga ik ze gewoon niet aanraden. Dit blush paletje vind ik echt wel fijn. Maar ja, ik gebruik dus echt
alleen maar de blush kant. Dat vind ik dus altijd wel een beetje iets minder aan van dit soort paletjes. Is dat je gewoon vaak de andere kleur of kleuren niet gebruikt. En dat is hier ook weer het geval. Ik zou voor mij echt alleen maar deze blush kleur gebruiken. Omdat deze highlighter gewoon te donker is voor mij. Maar de blush vind ik echt heel erg mooi. Ik heb echt niks slechts aan te merken over deze blush. Goede pigmentatie. Blenden gewoon goed in. Echt toppie. De foundation. Hier is ook by the way de lichtkleur die ik had ontvangen in PR. Kijk even dit. Veel te licht voor mij. Deze zijn heel mooi als je houdt van een super super naturel glowy gezicht met een lichte tot medium dekking. Als je houdt van een volledig dekkend mat gezicht raad ik ze niet aan. Als je een vettige huid hebt raad ik ze ook niet aan. Ik raad ze alleen aan voor mensen met een normale of droge huid en die houden van een mooi naturel make-upje. Ik persoonlijk zou deze zeker nog wel gewoon gebruiken. Deze lipbalmpjes vind ik persoonlijk een beetje een moi. Ik gebruik altijd echt super vaak lipbalmpjes. Dus ik weet echt wat een goede balm is en welke niet. En deze zijn toch voor mij een beetje een moi. Bijvoorbeeld Catrice heeft een heleboel super fijne lipbalmpjes die echt beter zijn dan deze. Dus ik ga ze gewoon niet aanraden. Niet per se omdat ik ze heel slecht vind. Maar gewoon omdat ik weet dat er heel veel betere alternatieven zijn. De wenkbrauwproducten waren in principe ook wel top. Ik heb mijn wenkbrauwen heel mooi kunnen maken. Wat ik net ook al zei. Ik vind alleen het potloodje iets te zacht naar mijn mening. Maar deze wenkbrauwgel en wenkbrauwpoeder zijn echt fantastisch. En raad ik zeker zeker aan. Deze poeder raad ik ook aan. Als je gewoon op zoek bent naar een goede matte poeder. Hij deed niks raars voor mijn gezicht. Hij laat geen witte waas achter. Hij maakte het gewoon heel mooi mat. Dus ik persoonlijk vind hem heel erg fijn. En hij is ook niet te droog. Dit contourpaletje. Ik was heel enthousiast in het begin. Maar deze kleur is toch echt iets te grijs. Ik begin toch te zien. Nu ik al mijn andere make-up erop aan heb gebracht. Dat het toch wel allemaal een beetje grijsachtig is. Dus ja, deze ga ik niet aanraden. Want ik denk dat gewoon de kleur iets te veel koud is. Iets te grijs. En ik denk dat het gewoon voor de meeste mensen niet geschikt gaat zijn. Nou, al met al was het echt best wel een goede collectie. Er zaten echt een heleboel goede producten bij die ik zeker te weten gewoon aanraad. Ik ben ook heel blij met deze algehele make-up look. Dit is echt gewoon een look die ik de hele dag op zou laten. Helaas, omdat ik dus deze wimpers opnieuw moet laten liften vandaag, ga ik wel mijn make-up er zo meteen weer afhalen. Maar anders had ik het gewoon echt erop gelaten. Ik vind het echt super, super mooi. I love it. Laat me eventjes weten beneden in de reacties wat jullie vinden van de collectie, van de make-up look, van de video. Ik hoop weer dat ik vandaag een beetje een lach op jullie gezicht heb kunnen brengen. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!